Vandaag de kampioen van België geworden, Gerben Kuipers. Wij gaan andermaal met veel plezier uw aandacht vragen van het Belgisch volkslied, mesdames en messieurs. De nouveau van het Gatonscian, s'il vous plaît, pour l'hymne national. Beloond met applaus, beloond ook met bloemen en een cadeautje. Die bloemen komen er
namens de stad Lokeren, uitgereikt door burgemeester Philip van Teunis. Mede uitgereikt door onze schepen van sport en jeugd, mevrouw Marjolein de Ridder. Zij gaan zorgen voor de heerlijke streekproducten. Lekkere dingen worden hen aangereikt. Ook minister van Petegem en provincie-gouverneur mevrouw Van Kouter gaan opnieuw de felicitaties overhandigen aan onze beste drie uit ons Belgisch kampioenschap in de Elite 2 categorie. Met een derde plek vandaag weggekaapt door Julian Simons. Goed voor brons. Een tweede plek, een deuxième place. Een medaille daar Jean-Paul Clément opnieuw. En in het midden, de man in de tricolore kampioenentrui. Nieuwe kampioen van België, Gerben Kuipers. Met onze felicitaties, of ik nog felicitation. We zijn aan het eind gekomen, dames en heren. Van het schitterende BK-tweedaagse. We gaan deze jongens nog een paar laatste fotomomenten gunnen. Wij hebben genoten van 2 dagen topsport. Ik dank de volledige organisatie-equipe. De mannen van de Poldercross hebben dat opnieuw piekfijn voor elkaar gekregen. Ik dank de stad Lokeren. Ik dank volledig de equipe van Belgian Cycling voor het perfect mee organiseren van dit BK. Ik dank oprecht ook collega Willy de Klerk voor 2 schitterende dagen. En we zien en horen elkaar terug voor de Belgische veldritkampioenschappen in 2024. Die zullen plaatsvinden in het West-Vlaamse Meulenbeke. Graag tot dan. En misschien toch net iets sneller nog op een van de volgende veldritten. Een veilige thuiskomst. Geniet nog van de sfeer. En tot heel binnenkort. Mama. Graag nogmaals uw aandacht voor de huldigingsplechtigheid. Na afloop van ook het door hen betwiste Belgische kampioenschap veldrijden 2023 hier in Lokeren op deze zondag 15 januari 2023. We hebben het over uiteraard de elite 2-renners. Mesdames et messieurs, votre attention également, s'il vous plaît, pour la cérémonie pour votre collègue après le championnat de Belgique de cyclocross 2023 pour les coureurs élite. Tijdens deze huldiging gaan de medailles uitgereikt worden door respectievelijk mevrouw Nathalie Klaamaert, die de bronzen medaille gaat overhandigen. De heer Luc Fontaine gaat dat doen met de zilveren medaille. En de heer Geer Barbry gaat de nieuwe kampioen mogen huldigen. Hij gaat en de trui en de gouden medaille zometeen uitreiken aan de man in het midden. Na de hymne volgen dan de bloemen en volgt het cadeau, overhandigd door burgemeester Philip van Teunis en door schepen van sport en jeugd bevrienden. Bij de elite 2-renners geëindigd op de 3e plaats. En dat betekent dus een plek goed voor een bronzen medaille. A la 3e plaats, een medaille de brons. Uw applaus voor Julian Simons. Gaat naar een man uit Wallonië, dames en heren. Een tweede plek vandaag. Hier bemachtigd in dit kampioenschap à la 2e place. Een medaille d'argent. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Clément Orny. Begon voor velen als gedoodverfd favoriet aan dit kampioenschap bij de Elite 2 categorie. Hij heeft alle verwachtingen ingelost. Hij is de nieuwe Belgische kampioen in deze categorie. De trui wordt hem overhandigd door de heer G. Barbry. De medaille, de gouden medaille komt eraan voor de nieuwe kampioen van België. Uw applaus voor Gerben Kuipers! Hij gaat de trui met de brede glimlach aantrekken. Een West-Vlaming die vandaag in Lokeren de beste bleek te zijn. De trui om de lende gekregen. En dan de gouden plakker op de koptrofee. En dan mag hij plaatsnemen, dames en heren, op het hoogste trapje. De beste vandaag, de kampioen van België geworden, Gerben Kuipers. Wij gaan andermaal met veel plezier uw aandacht vragen voor het Belgisch volkslied, dames en messieurs. De nouveau van Gat Ocean, s'il vous plaît, pour l'hymne national. Thank you.
proficiat. Aan de medaillewinnaars, beloond met applaus, beloond ook met bloemen en een cadeautje. Die bloemen komen er namens de stad Lokeren uitgereikt door burgemeester Philip Anteunis. Mede uitgereikt door onze schepen van sport en jeugd, mevrouw Marjolein de Ridder. Zij gaan zorgen voor de heerlijke streekproducten. Lekkere dingen worden er aangereikt. Ook minister van Petegem en provincie-gouverneur mevrouw Van Kouter gaan opnieuw de felicitaties overhandigen aan onze beste drie uit ons Belgisch kampioenschap in de elite 2-categorie. Met een derde plek vandaag weggekaapt door Julian Simons, goed voor brons. Een tweede plek, een deuxième place, in middag daar Jean-Paul Clément opnieuw. En in het midden, de man in de tricolore kampioenentrui, nieuwe kampioen van België, Gerben Kuipers! Met onze felicitaties, of ik nog felicitation. We zijn aan het eind gekomen, dames en heren, van een schitterende BK-tweedaagse. We gaan deze jongens nog een paar laatste fotomomenten gunnen. Wij hebben genoten van 2 dagen topsport. Ik dank de volledige organisatie-equipe. De mannen van de Poldercross hebben dat opnieuw piekfijn voor elkaar gekregen. Ik dank de stad Lokeren. Ik dank volledig de equipe van Belgian Cycling voor het perfect mee organiseren van dit BK. Ik dank oprecht ook collega Willy de Klerk voor 2 schitterende dagen. En we zien en horen elkaar terug voor de Belgische veldritkampioenschappen in 2024. Die zullen plaatsvinden in het West-Vlaamse Meulenbeke. Graag tot dan en misschien toch net iets sneller nog op een van de volgende veldritten. Een veilige thuiskomst. Geniet nog van de sfeer.